Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog. En als je heel veel zin hebt in deze shoplog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we maar snel beginnen. Ik heb 3 superleuke pakketjes gekregen, namelijk van Chiquelle, van Naked en van Marcus. Die ga ik gewoon vandaag lekker aan jullie laten zien. Ja, het is best wel lang geleden dat ik een shoplog heb opgenomen. Meestal laat ik dit altijd in mijn weekvlog zien. Maar ik dacht, het is gewoon leuk om het ook een keertje gewoon in een aparte video te laten zien. Ik hoop dat het licht helemaal oké is. En ik ga dus ook lekker laten zien hoe ik het zou dragen, wat ik erbij aan zou trekken. Ik heb voor alle 3 een kortingscode. Alle linkjes in de beschrijving, dus ik ga voor jullie alles laten zien. Oké, dit is even een ander beeld, omdat ik niet alle pakketjes op dezelfde moment heb ontvangen. En ik kan heel moeilijk pakketjes bewaren. Dus ik begin met het pakketje van Marcus. En ik had hier eerst nog helemaal niks van gehoord. En toen ik de site zag, hadden ze echt hele leuke items. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Maar ik zal sowieso alles gewoon altijd in de beschrijving zetten. Alle linkjes, de Instagram, de website, de kortingscode. Dus daar kan je dan alles vinden. En met de code Janette15 krijg je 15% korting. En dit is tot 30 december. Dus dat is best wel lang. Dus je kan nog heel erg lang shoppen. En ik ga ook even laten zien hoe ik alle items zou stylen. Doe ik met alle items. Laat ik dat eventjes zien. Oké, het is echt heel erg leuk ingepakt met zo'n vloeipapier. En dan ook nog met de sticker. Als eerste zie ik heel erg leuk dat er een hoedje in zit. Zo'n vissershoedje heet dit eigenlijk. En ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ben altijd bang om dit soort dingen te dragen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik moet het nu niet doen met mijn gekrulde haar en dit en dat. Maar ik vind hem heel erg leuk. En hij is dus een beetje van zo'n wollige stof. En heel erg lekker warm. En deze is gewoon, hij heet de Teddy Bucket Hat. Heel erg leuk. Dan zit er nog een item in. Namelijk een grijze kooltrui. En het is echt bizar, maar ik had dit nog niet. Ik heb wel een zwarte en een witte. Maar een grijze kan echt niet ontbreken. En ik vind deze heel erg mooi. De stof voelt ook goed aan. Maar dit is de grijze kool. En ik vind het heel erg fijn dat hij niet een hele lange kool heeft. Want dat vind ik gewoon iets minder mooi. Ik vind dit ook net een goede lengte. Nou, dit is de grijze kooltrui. Ik vind hem echt mega leuk. Ook al is hij heel basic. Vind ik het echt heel erg leuk. Ook heel erg leuk dat je zo dan je sieraden eroverheen doet. En ik heb hem dus nu gecombineerd met een leren broek en laarsjes. Maar je kan er dus ook nog een blazer overheen doen. Een leren of een normale. En dat vind ik er ook wel echt heel erg leuk uitzien. Dan is het een beetje op deze manier echt heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om een kooltrui te dragen en een blazer. Dan zag ik echt een mega leuk jurkje. Niet voor nu, maar wel voor in de zomer. En ik moest deze van kiezen. Het is echt zo'n perfect zomerjurkje. Oh, dit is denk ik de band die erbij zit. Of de riem die je eromheen kan doen. Het hele leuke witte jurkje. En ik kan nu al niet wachten om dit op vakantie aan te doen. Heel erg leuk. Ziet er gewoon goed uit. En deze is ook in een maatje S. Dit is het mega leuke witte jurkje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik heb er nu blauw ondergoed onder. Je ziet helemaal niks. Heel erg mooi. En ik zal hem ook nog eventjes met de riem omdoen. Ik zou hem misschien eerder zonder die riem dragen. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Heel erg leuk voor de zomer. Natuurlijk niet voor nu. En dan zit er nog één item in. Deze is ook leuk nu weer voor de winter. En het is namelijk deze zwarte trui. En ja, zwart kan je niet zo goed zien op de camera hier. Maar hij heeft van die leuke mouwen met van die soort van franjes die zo uitsteken. En voor de rest is hij dus een beetje doorschijnend. En ik heb deze ook weer in een one size. Ik zou dit wel meer als een S of een M doen. Maar heel erg leuk. Dit is het zwarte topje. Echt heel erg leuk. Ik vind die mouwen heel erg leuk. En ik heb hem dan gecombineerd met een grijze broek. Met een split en mijn zwarte laarzen. Maar hij is dus een beetje doorschijnend. Dus je kan er ook nog een zwart hemdje onder doen. Maar ik vind dit juist wel heel erg leuk. Dus dat waren de 4 items. Ik heb heel vaak een samenwerking gehad met Naked. Dat is een tijdje gestopt. En nu heb ik weer een samenwerking omdat ik nu weer wat leuke dingen zag. Zo. Deze keer mocht ik 4 items uitzoeken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als eerste zie ik hier een witte hoodie. En heel gek, maar ik had dit eigenlijk nog niet. En ja, je kan dit met zoveel dingen combineren. En ik vond deze heel erg mooi. Omdat ik echt... Ik hou echt van hoodies en ik hou er ook echt van als hier aan de voorkant dus geen zak zit, maar wel een capuchon heeft. Deze is dus in helemaal wit en ik heb hem in een maatje M genomen, zodat hij een klein beetje oversized valt. Maar ik vind hem er denk ik iets meer, nou misschien is hij wel echt een M. Dan gewoon misschien meer een beetje een S. Heel erg leuk en
Ze noemen dit gewoon de basic hoodie in de kleur wit. Deze witte hoodie vind ik ook echt heel erg mooi. Hij valt dus een klein beetje oversized. En deze kan je bijvoorbeeld met een zwarte broek dragen. Maar natuurlijk ook met een spijkerbroek. Eigenlijk met van alles. Hij schijnt totaal niet door. Want ik heb er nu een zwart hemdje onder. En hij heeft heel erg fijn een capuchon. Dus met deze ben ik heel erg blij. Dan iets zwarts. Ik weet echt niet meer wat het is. Ik ben de laatste tijd echt veel meer bezig met sporten. En ik probeer echt 2-3 keer per week naar de sportschool te gaan. En toen zag ik dat ze ook nu sportkleding verkopen bij Naked. Ik wist dit persoonlijk niet. Misschien was dit al langer. Dacht ik, deze lijkt ook heel erg op die van Gymshark. Ze noemen hem ook de Seamless High Waist Legging. En ik dacht, dit ga ik lekker proberen. Hij ziet er heel klein uit. Maar dat is ook bij die andere leggings van Gymshark. Maar ja, hij is wel heel erg dik. Dus ik denk dat dit wel heel erg fijn is. Ik heb hem gewoon helemaal zwart. En ik heb hem in een maatje S. Oké, en dan de sportlegging. Daar ben ik echt het meest blij mee. Hij sluit zo goed aan. En ik heb dus ook zo'n legging van Gymshark. En ik vind deze echt gelijkwaardig. En voor de rest, hij zit heel erg lekker. Hij is ook niet veel te lang. Wel, nou, eigenlijk gewoon precies de goede lengte. En hij rekt gewoon heel erg mee. Dus toen ik hem zag, dacht ik wel echt, oké, hij is wel heel erg klein. Maar dat valt dus heel erg mee. En hij komt wel echt zwaar over je navel. Want je navel zit ongeveer hier. En je zou hem zelfs nog hoger kunnen doen. Dan nog een zwart item. Oh ja, dit is een broek. En een broek bestellen op Naked vind ik heel erg lastig. Dat vind ik eigenlijk overal. Want liever pas ik het gewoon. Ja, pas ik gewoon de broek voordat ik hem koop. Omdat ik best wel een lastige maat heb. Ik zit echt heel vaak tussen een 36 en een 38 in. En ik ben dan ook nog eens heel klein. Maar ik vond deze er echt zo leuk uitzien. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik heb hem dan wel in een 38 besteld. Want als hij dan iets te groot is, doe ik er liever een riem om. Dan dat hij te klein is, ik hem niet aan kan. En hij ziet er op zich best wel groot uit. En wat ik dus heel erg leuk vond, het is dus echt zo'n leren broek. En aan de achterkant heeft hij dus van die ritjes. Let niet op mijn nagels, sorry. Heel erg leuk. Dus die kan je dan zo open of dicht dragen. En dan komt het zo heel erg leuk. Ziet het eruit bij je broek. Dit is de leren broek. Hij sluit echt perfect aan. Ik had hem misschien zelfs nog in een maatje kleiner kunnen nemen. Hij komt tot je navel, wat ik heel erg fijn vind. En aan de achterkant heeft hij dus hele leuke ritjes die je open kan doen. En dan komt dat zo bijvoorbeeld leuk over je laarzen heen. Ik vind het dus ook heel erg vet om het te combineren met een leren blazer. En dan met een leuk hemdje. Maar je kan er ook een hoodie onder doen. Ook heel erg leuk. En dan dacht ik ook nog leuk voor de feestdagen iets. Namelijk een glittertopje. Maar hij ziet er echt heel erg mooi uit. Ik vind het mooi dat het een beetje grijs zilver is. En niet echt zo bling bling, laat maar zeggen, zilver. Dat wit zilver. Ik vind dit mooier. En hij heeft dus een hoog kraagje. En er zitten dus echt van die glitters op. En aan de achterkant kan je hem dus zo dicht doen. Dus hij heeft een hoge nek. En dan heeft hij een klein beetje van die pofmouwtjes. En dan op het einde sluit hij weer zo aan. Ik vind dit zelf altijd een heel erg mooi model. En ik denk ook weer dat hij boven die broek heel erg leuk zal staan. Dit is het mooie glittertopje. En hij sluit echt heel erg mooi aan. Ik draag hem nu in mijn broek. Je kan hem combineren met een leren broek. Maar natuurlijk met heel veel anders ook. Ik vind wel een zwarte broek het leuk staan. En het is heel erg leuk dat die mouwtjes zo'n beetje poffen. En aan de onderkant dan strak zijn. Dan gaan we verder met het pakketje van Chiquelle. Je zag mijn adres bijna. Hier heb ik meestal dat ik 4 items mag uitzoeken. En dan laat ik het altijd in mijn video's zien. Maar ik heb dus nu een keer een samenwerking via Instagram. Dus ik mocht 2 items ontvangen. En dan ga ik er een foto mee plaatsen op Instagram. Dus daar kan je het ook nog zien. Oké, als eerst zit er zo'n hele lange jurk in. Zo'n bolle jurk. En deze is mega dik. En deze kleur, ik vind het zo mooi. Ze noemen de kleur beige, gewoon cold beige. En ik heb deze in een one size. Hij is wel heel erg groot. Dus een hele grote soort van, ja, trui. Maar die kan je dus als jurkje dragen. En dan heeft hij van die mooie mouwen. En ik had er dus vroeger een jurk van, maar dat zat echt bij mij door de kleur een beetje als een aardappelzak. Dus ik hoop dat dit wat beter is, zeker als ik een riempje onder doe. En misschien als ik mijn lange laarzen eronder doe. Vind ik ook heel erg leuk. Maar ik denk als je heel lang bent dat dit echt veel te kort is. Misschien rekt het mee. Maar ik vind de kleur in ieder geval heel erg mooi. Dus ik ga of met deze een fotootje maken. En die komt dan nog op mijn Instagram. Dan deze mega leuke oversized trui. Hij komt dus net iets boven mijn knie. Ik zou er normaal wel een panty onder doen. Dus niet letten op mijn blote benen.
En hij heeft dus echt hele grote leuke mouwen. Ik zal er ook even een riempje omheen doen. Ik vind hem eigenlijk dus het leukst met een riempje en met een panty eronder. Maar het is echt een hele lekkere trui. Ook om in huis gewoon lekker aan te hebben. Sorry dat hij een beetje gekreukeld is. Ik heb hem zelf ook al aangehad. En nog een ander item. Ik mocht geen andere dingen bestellen met zwart en wit. Dus ik dacht, ik neem deze groene kleur. Want ik vind groen altijd heel erg leuk staan bij mij. Dus ik heb gewoon deze groene trui heel erg leuk. Ja, de truien van Chiquelle zijn echt top. Deze is ook in een one size. En dit is de kleur green. Heel erg mooi. En deze trui, ja, sommige heb ik echt al 2 jaar. En wat ik heel erg fijn vind, is dat er niet van die pluisjes op komen. Als je het zo wil noemen. Dus dit is de trui. Heel erg blij mee. Dan deze groene trui. Ik vind deze kleur echt mega mooi. En hij is niet te oversized. Eigenlijk gewoon prima, vind ik. En heel erg fijn voor in de winter. En natuurlijk ook nog voor in de herfst. Heel erg mooi. En ik hou gewoon echt van de trui van Chiquelle. Dus ja, ik heb er niet echt iets op aan te merken. Nou, dan waren dit alle pakketjes. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En check zeker de beschrijving. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!